Trainer Van Beukering, van harte gefeliciteerd met de overwinning. 3-0, daar was het ook 3-0, maar dan voor Hoogland. Dat moet een bevrijdende 3-0 zijn vandaag. Ja, sowieso. Elke overwinning is bevrijdend, maar ik denk dat deze dik verdiend is. Dat kan ik alleen maar onderschrijven. Je hebt de ploeg weer op scherp gekregen. Was dat een zware klus? Nee, in principe niet. De jongens die zitten erg goed mentaal. Het enige is dat lichamelijk af en toe links en rechts wat pijntjes ontstaan na zoveel wedstrijden. Vandaag hadden we gewoon het geluk dat Mike weer terug was. En dat scheelt al een slok op een borrel. Alex die is nog niet helemaal fit, maar die zal aankomend het weekend weer erbij zijn. Maar het kostte me geen moeite. Dan naar de wedstrijd. Eerste helft zag ik twee voorzichtige ploegen. Ja, we hadden voor onszelf afgesproken, omdat we toch tegen ploegen met die 4-4-2 speelden, afgelopen drie wedstrijden gespeeld hadden. Bataven, Zutphen en Putten. Nou, daar hadden we best wel wat moeite mee. En tegen Putten hebben we echt met een gesloten verdediging gestaan. En dat beviel ons. En nu zijn we zo begonnen. En uiteindelijk zijn we van daaruit helemaal naar voren druk gaan zetten. En dat betaalt zich ook uit in deze overwinning. En dat met name dankzij ook dat middenveld dat zich vandaag te pleuris heeft gewerkt volgens mij. Ja, Isha en Mats, dat was natuurlijk gigantisch wat voor Bergen die hebben verzet. Maar ook de spitsen die vanuit dat systeem meer moeten werken. Ook de arbeid hebben geleverd en dat was prima. Ja, Bram die er gelukkig bij was, zeg maar. En ja, dat scheelt gewoon een slok op een borrel, want Bram was vandaag gewoon fantastisch. Hoe goed moet Bram van Doren zijn als hij maar zo weinig kan trainen? Ja, Bram van Doren, dat is gewoon een speler die bepaalde kwaliteiten bezit. En als die jongen eenmaal een wedstrijd speelt voor zijn volde, dan is hij vrij en dan gaat hij als de brandweer. En dan geniet hij ook. En alles in de aanloop daar naartoe, ja, dat laat ik gewoon links liggen. Maar Bram is gewoon voor ons een hele waardevolle speler. En bij de 1-0 een zeer coole kikker na de paas van Wout Blasman. Ja, sterke actie van Wout. Goed gekeken. Gaf een mooie bal breed. En Bram die hem aannam. Nou, de aanname was goed. Rustig kijken en hij schuift hem onder de keeper door. En prima goal. Maar het duurde lang voordat het 2-0 werd. Toen was het inmiddels 2-0. Maar die viel pas in de 85ste minuut. Die had eerder kunnen vallen. Ja, we hebben daarvoor wel een paar kleine kansjes gehad. Ik denk dat Hoogland weinig kansen heeft gecreëerd. Dat had ook mee te maken door dat er veel lange bal werd gespeeld op een gegeven moment. Maar wij waren gewoon daarin wat sterker. En dan zie je de wissel van Dion die wat teweeg brengt. En in eerste instantie de wissel op linksbuiten, waar hij 2-3 minuten moest staan. En we hadden al gepland van Dion, jij schuift dadelijk door. En dan zetten we Jaal terug op middenveld. Nou, dan heb je de gebroeders Cross op middenveld staan met een Mats erbij. En dan ook nog eens een Cas Bongers. Nou, dan heb je Power daar staan. En Dion die zat donderdag al gewoon vrij goed in de training. Dus ik had wel echt wel het gevoel dat hij ging scoren. Scheelt dat hij 30 centimeter extra heeft, hè? Ja, dat is gewoon de kwaliteit van hem. Dan de laatste, Wout Blasman, 3-0. Een formaliteit. Ja, maar wel heel, heel dik verdiend. En ik ben ook blij dat hij hem maakt. Een goede bal, die tweede paal valt. En Wout die hem gewoon lekker in kopt. En dat is voor een spits altijd lekker.